10 uur. Nice weg. Af, Peres. Yes. We staan hier op de vierde editie van Cuisine Machine. In Vlissingen, machinefabriek. Inderdaad de vierde keer. Precies een jaar geleden. Alleen was het toen iets anders van weer betreft. Maar... Het is nou wat frisser, dat klopt. Alleen ik heb wel begrepen dat de loop van het weekend dat trekt het aardig bij. En zoals je ook achter me ziet, het trekt al redelijk open. Het is niet echt koud. Het is droog tot en met de maandag zelfs. Volgens mij wordt het zondag, maandag een graadje of 20, 22. Dus ja, kom maar op. Ik zag op de site dat er enkele attracties, of tenminste wagens nieuw zijn. We proberen eigenlijk altijd te zorgen dat 1/3 tot de helft nieuw is. En dat is nu ook weer gelukt, want volgens mij hebben we nu zelfs meer dan de helft nieuwe trucks. Althans, ten opzichte van vorige editie. Er zijn er ook wel een paar bij die bijvoorbeeld de eerste keer zijn geweest, tweede, derde keer niet konden of andere plannetjes hadden. En die zijn er dan nu weer op herhaling. En het is wel grappig om te zien dat in het begin moest ik er echt aan trekken om ze naar hier te krijgen. En wat je nu ziet is, ik had in januari al 220 aanmeldingen voor de 35 plekjes die we hebben. Dus mensen willen hier heel graag staan. We vinden het een heel leuk publiek. Het is lekker druk en gezellig. En Vlissingen. Dan zien we bijvoorbeeld die Armeense barbecue. Ja, dat klopt. Die zijn er voor het eerst. Maar hij is geen onbekende in het vak. Want hij stond vorig jaar aan de kant van de fabriek met een soort Italiaanse vleesspiesjes. Maar hij heeft nou zijn coming-out gehad als Armenier. Want eerst was het nog een beetje de Italiaanse Armenier. Maar nu is het gewoon zo van oké, up naar mijn roots. En er staat met een oom van hem, geloof ik. En die staan lekkere Armeense. Ik ben al langs geweest. Oké, en was het wat? Ja, zeker weten. De zweefmolen, die is wel nieuw, hè? Ja, die is, is niet helemaal waar. Dat ding is 50 jaar oud. Dus, maar hij is wel voor het eerst. Ik bedoel die attractie. Ja, precies. Nee, dat klopt. Nee, maar dat is wel leuk, omdat dat ding dat is al, ik weet niet hoe lang, decennia lang in de familie. En normaal staan ze altijd, natuurlijk altijd op kermissen en dat soort dingetjes. En dat is eigenlijk een van de eerste keren voor hun ook dat ze een foodtruckfestival aandoen. En dan zijn we ook heel benieuwd naar wat dat gaat doen. Sowieso leuk voor mensen, al dan niet met kinderen, al dan niet met een slok op. Lijkt me ook leuk gewoon daarin gaan zitten als je een biertje op hebt. En tenslotte, het is ontzettend kindvriendelijk, dit festival. Enorm. Alle kindjes die we vinden, die los van papa en mama lopen, die veilen we voor een goed doel. Nee, we hebben heel veel kinderattracties. We hebben heel veel leuke springkussens, toestanden, glijbanen van die opblaasdingen. Ik heb net een rondje gelopen. Ja, en het zit echt helemaal vol met van alles nog wat schminken, toestanden. En wat wel prettig ook is voor volwassenen, is er is een beetje een scheidingje tussen het kindergedeelte en dit gedeelte. Zodat je niet als je net een of ander broodje, chic broodje hebt gekocht en er knalt een kleine dreumes tegen je aan. Ja. Dat je alles weer kwijt bent en weer opnieuw kan beginnen. Weet je? Dus, ja. In elk geval, tenslotte, het is geopend vandaag en ja. Het duurt tot? Tot met maandagavond. We zijn elke dag open van 12 tot 12 ongeveer. Alleen van maandag van 12 tot een uur of 9 à 10. Dan stoppen we iets eerder, want dan moeten we gaan opruimen. De mensen komen allemaal naar. Vlissingen, Cuisine Machine, machinefabriek. Jee, alsjeblieft. Thank you.
seem to understand. Because the next day again, when I'm dressed in a band, and I'm a cocky jumps, waiting for reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. Beep.